Maan brandt, maan waard. Thank you.
probeer te volgen, hè. Thank you.
De laatste rondjes die gaan op nu het zwaarste trekken. Kyle Peters hier voorbij. Met onder meer ook Ivo Draken. Ik zie hier ook nog de doortocht van Lembrecht. Er blijft nog even komen, want met veel vertrokken natuurlijk. Gestroken, want nog één ronde af te leggen. Zijn ze met z'n tweeën. Zo zijn die gezelschap twee podium van de meisje. Is nog alles mogelijk. Al direct toch wel provinciale titel. Ja, je ziet, absoluut. Ja, dat was krachtpakken, hè. Voilà, en dan de eervolle tweede plaats voor Luca Vreeswijk. Dan hebben we eervolle tweede dan Vreeswijk. Had toch liever gewonnen. Natuurlijk gedaan. Arno van den Broek hadden we dan. En vervolgens. De mens aankomst, einde wedstrijd is het voor iedereen, en zo is het dus ook voor Sarah Simons en de mens. Ja, en de aankomst vervolgens Joran Thijs. Hier een bar. Ja, en de strijd ook geleverd. Lange tijd helemaal mee vooraan. Dan plotsklaps druk geslagen door een of andere reden. Dan hebben we Julian Simons. Hier hebben we Sander Lemmes. Dan volgt ook nog Toledo Ariola. Finish voor Senne van Aert, Van den Broek, die vragen ook de eerste aspirant. Ja, in het klassement is Vreeswijk, vragen ook voor zijn strijdlust. En Jonas Smet vragen ook bij voor het podium. Dus de Meijer, Vrachten, Van den Broek, Vreeswijk en Smet vragen we naar het podium. En
dan die strijd bij de meisjes. Dat wordt heel spannend, hè. Het wordt nu Rijnhand, ook Tine Rombouts niet ver weg. De titelstrijd, provinciaal kampioenen, wie wordt het? Vlaatpleit is beslecht, ja inderdaad schitterend is dat Joyce Heijn die ganse wedstrijd domineerde, uiteindelijk toch gezelschap kreeg van Jens Peter, die het van bedreigen en die nu eervol tweede wordt. 1 Heijns, 2 Peters, nog wat een strijd hebben ze geleverd tot op het bot gegaan. En dan derde plaats en goed voor het brons in dit provinciaal. Jongens, verwachten we harde krachten, verwachten we ook de schavot staan, absoluut. Ja, wordt geflankeerd dus door Jan de Meijer komt erbij, Arno van den Broek op, Luca Vreeswijk en Jonas Smet. Voilà, daar staan ze te glunderen al en te blinken, worden al foto's van genomen. Er zijn bloemen, Irene van Floreal, die is hier met de bloemen voor de winnaar. En die wordt in de bloemetjes gezet en gezoend. En die krijgt dus het geweldige applaus van de supporters. Ja, Irene, je moet erbij staan hè, bij het podium. Ja, zo is dat. Voilà, aan de vlakte voor zijn zegen. Jan de Meijer, omdat hij het algemene klassement met de Soudal-trui aan daar. Arno van den Broek, omdat hij de eerste aspirant is in het klassement met zijn Vermarkt-trui aan. Edelissie en Luca Vreeswijk voor zijn geweldige strijdlust met de trui van Renovo en Jonas Smet, die ook gelauwd wordt, omdat hij de moeilijkste is. Kijk, voilà, nog eens een podium, nog eens een applaus zeker, hè? Ah ja, laat hij maar horen, mensen. Voilà. Als derde Tine Rombouts komt staan, ja, op het podium. Dan hebben we als tweede Jesse Peters, hier als tweede en helemaal op het bovenste schavot. Goed voor het goud. En de titel van de provinciaal kampioen, Joyce Heijns. Voilà, daar staan ze te glunderen. Ja, ik heb het niet gehoord. Ja, ik heb het gehoord. Van de voorzitter van de provinciale afdeling van Antwerpen, natuurlijk, Jan van Daal. Het goud voor Joyce Heijns, felicitaties. En dan Rudy, jij hebt zilver voor Jensen. Nog leven in de brouwerij. Voilà. Dat was zelf. En brons voor Tine. Voilà, kijk, ze staan blinken. Ja, zet er maar je mooiste gezicht op voor de foto's. En het applaus is voor jullie. Voilà. Er komen natuurlijk bloemetjes bij voor de winnares. En die krijgt hij uit handen van
door vrouw Irene van Floriaal Kemper hier. Ja, bloemetjes voor Thijs. Hoe? Hoe lang hadden we bijstaan natuurlijk voor de foto, hè? Zo is dat. Ja, geef ze nog maar eens een applaus. Het is toch voor Floriaal? Heel goed. Zo kort bij elkaar, hier komt maar bij staan. Zo kort bij elkaar, gaan ze wedstrijd. Tot op dit gaan we de laatste ronde nog. Joyce, gaan ze wedstrijd vooraan. Ja, ik wou in de eerste ronde al doorgaan en ik zag dat ze terugkwamen, dus heb ik wat gewacht omdat ik me niet direct wou opblazen. Je hebt het hoofd goed moeten bijhouden. Tine, jij gaat er vlak achteraan en bleef er doorgaan in die strijd. Ja, maar ze gingen wel een beetje te snel. Ja, je hebt ook graag die provinciale titel gepakt natuurlijk. Ja, dat wel. Maar het is toch goed gedaan, hè? Wanneer je bij op het podium staat, dan zit in de toekomst misschien nog wel in. Ja, ik had wel gezegd, als ik hier op het podium sta, zal ik al heel blij zijn. Ja, dat moet je zeker ook doen. Ja, Jinsen, jij was een beetje ontgoocheld, precies. Want jij hebt alles gegeven, was ook diep gegaan. Je moet niet ontgoocheld zijn, want je bent nog zo jong. Je bent nog pas bezig in deze discipline. Ja, ik ging ze voorbij en ik ging een foutje, dus ik kwam er terug over en toen sta ik met me zitten. Maar jij kan een hele grote worden, hè? Hoop het. Ja, zeker. Dames en heren, ja, Joyce Proficiat, jij bent provinciaal kampioen en jij zal die trui met verder gedragen en heel blij mee zijn, hè? Zeker ervan. Dames en heren, ja, geef ze nog maar een applaus.